Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon je eigen praatprogramma hebben? Nou, dat kan en het is ook echt gebeurd. Want vandaag is Darrel Richards bij ons in de studio. En hij gaat ons alles over zijn praatprogramma Takkie vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Darrel. Hey Jelena. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Ja, ik merk het, want we zijn enthousiast. Ja, we zijn enthousiast. En natuurlijk wil ik beginnen bij het begin. Thank you for having me. Om natuurlijk ook mijn zegje te doen. En te praten over ons discussieprogramma. Genaamd Takkie. Als je het even kijkt, dan zie je dat ons logo. En de kracht van uw stem. Dat is onze slogan. Mm. Ja. Het is belangrijk om te weten hoe de kracht van je stem is natuurlijk. Uiteraard. Ik kan direct met de deur in huis vallen, neem ik aan. Dat is het beste. Ja, want ik weet zeker dat mensen gaan vragen, wat is Takkie eigenlijk? Zoals ik zei, het is een discussieprogramma. Mm-hmm. Welke sociaal-maatschappelijke issues, onderwerpen tenminste, we bespreken. Mm-hmm. We nodigen tenminste notabele deskundige mensen van de verschillende organisaties en verenigingen. Om dan over een onderwerp te praten. En dan gaan we dus echt lekker de materie in, diepgang. En dan komen we ook met oplossingsmodellen. Mm. En natuurlijk, want je gaat niet meer praten om het praten. No. Je praat om... Nee, wij niet. Oh, we praten niet om het praten. Mm. We gaan voor oplossingsmodellen die we dan aan het eind van de discussieavond... natuurlijk niet direct aan het eind, maar daags daarna vervatten in een evaluatierapport. En die worden dan naar de verschillende instanties bevoegde... personen, de autoriteiten gestuurd. Mm-hmm. Oké. Okay. That is a whole lot. That's a whole mindful. Lot. I know. Yeah. Maar het belangrijkste is van waar is het idee ontstaan? Because this is very important. It's a very good thing that it's happening. Maar gewoon heb je gezegd van, hey, ik wil wat zeggen. Mijn Takkie. En we gaan er een programma van maken. Het is zo gegaan. We zaten een paar vrienden bij elkaar. En een paar dingen bespreken natuurlijk. Ook politieke zaken waren we aan het bespreken. En toen zeiden we van, hey, hoe kunnen we een difference maken? Hoe kunnen we toch wel een begrip worden? Toch binnen onze competenties. Mm-hmm. Toch? We willen niet natuurlijk bepaalde dingen ingaan, takken ingaan. Ze praten eigenlijk over politiek. Mm-hmm. We willen dat niet doen. Maar we willen wel onze bijdrage leveren om die upgrading van vooral het niveau van de Surinaamse samenleving, waardenormen, et cetera, om die te boosten. En omdat het, laten we eerlijk zijn, door de jaren heen is er een sterke terugval. Weet je, en dat wilden we dus een halt toeroepen en natuurlijk upgraden. En we zaten, en een van die heren zei, boy, weet je, een Takkie, jongen, dat is even. Sterk, Takkie. Mm-hmm. Weet je, het is misschien plat, makkelijk, mm-hmm. maar Takkie, de kracht van uw stem. Weet je, en toen zijn die dingen eruit gesproken. En je weet, als vele kappen bijeen zijn en gaan voor een doel, dan komen de mooiste dingen eruit. En zo is het ontstaan. Hier en daar een beetje bij schaven. En zijn we tot het concept gekomen, hebben gezegd van luister nou. We gaan sociaal-maatschappelijke onderwerpen bespreken. Hoe we die denken op te lossen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk samen met, zoals ik zei, de notabele, de terzakendeskundigen. En in ieder geval, iedereen, alle stakeholders die belang hebben bij dat onderwerp, bij zo'n issue, betrekken we. En dan gaan we dan een discussieavond hebben. En dan gaan we daarover praten met publiek. Het wordt ook online en vertoond, livestreaming via onze social media kanalen met onder dezelfde naam, discussieprogramma Takkie, mm-hmm. op FB, YouTube en wat hij simultaan, alles, everything. Mm-hmm. Ook op onze lokale zenders via Rasonic TV. Onze Nigeriaanse broeders en zusters zijn dan ook... hebben daar ook hun eigen kanaal waarop ze het kunnen bekijken. Mm-hmm. Dat is kanaal 7.8. Mm-hmm. En ook op kanaal 9, hier. Hier. Paramaribo. Ja. Paramaribo. En het kanaal is 20.4. Daarop wordt het dus vast vertoond. Mm-hmm. Elke maand wordt het er gehouden. Dus één keer per maand is de discussieavond. En ja... Een mond vol. Ja, want ik heb een spel ertussen gekregen. Maar dat geeft aan dat je gewoon weet waar je het over hebt. En gewoon één keer kan vertellen. Exactly. En het is een heel goed initiatief. En ik ben blij dat jij en je vrienden zijn gaan zitten. En op dit idee zijn gekomen. Want
er moet gewoon gesproken worden, om takkie. Er moet gesproken worden en we moeten er ook gewoon zonder vijandig te worden of oneens. Je mag het oneens zijn, maar dat ook gewoon luisteren naar elkaar wanneer andere mensen praten. Precies. En daar je input aan geven. Want je kan heel veel halen door te luisteren, maar iemand moet wel wat zeggen. Constructief. Ja. Dat is ook een, dat is in feite het woord toch waar we invulling aan willen geven. We willen praten, we willen gesprekken hebben, maar constructieve gesprekken. Geen vuilsmijterij, geen... Die verzet. Dit is wat het is. We komen you know? Met feiten en niet met ik heb gehoord van... Exactly. Mm-hmm. Progressing. Ja. Yeah. Mm-hmm. En nu jullie dit al doen, want hoe lang doen jullie dit al eigenlijk? We zijn pas begonnen. En wanneer ik zeg pas, we zijn de maand mei begonnen. Mm-hmm. Dat was onze eerste takkie. Dus elke maand hebben we dus zo ons programma. Mm-hmm. En als ik voor die anderen ook mag praten, het gevoel na het programma was overweldigend. Mm-hmm. We hadden niet zoveel respons en feedback verwacht. Vooral positieve feedback. En ik mag verklappen, ik hoef die meneer zijn naam niet te noemen, het gaat om de boodschap. Hij riep ons aan de kant en hij zei ons van, hey, waarmee jullie zijn begonnen, het is een heel goed ding. En jullie kunnen Suriname helpen veranderen. En dat blijft die zin, het blijft gongen in mijn hoofd. Mm-hmm. Like, hey, no, I can make a difference, I can make a change. Dus we gaan ervoor en we zijn er ook heel vol van. Ik denk dat je ook merkt aan me. Ja, praat er in. Ik ben slechts 2 euro hier vandaag. Ik neem alles op wat je zegt. Maar ook terwijl je het vertelt, ik zie hoe je gewoon glundert. Je bent zo happy to share this information. That's a good thing. Ja, I love it. Ik ben gewoon erin. Mm-hmm. Dus That's it. That is it. Goed. Ik keek op jullie Facebookpagina, want jullie hebben dus al 3 maanden, denk ik. Ja, zo'n takkie-sessie gehad. En stel, iemand kijkt thuis nu en denkt van, hey, ik wil ook gaan luisteren naar die takkies van deze mensen. Hoe komen ze dan in contact met jullie? Want hoe... Laat me, want ik ben van... Als ik wil komen, wanneer het is, wat is het proces? Dus kijk, het is open. Het wordt bij het restaurant RFG Meat on Coals gehouden aan de Mangrovenstraat. Mm-hmm. Het is dichtbij de Weerdenbosbrug aan de zijde van Paramaribo. Daar is het. Gaan jullie op Google Maps kijken? Google, toch? dus daar wordt het gehouden en... We hebben een beperkt aantal plekken. Mm-hmm. Dus als je aanwezig zou willen zijn, zou je een appje kunnen sturen om te vragen als er dus een plekje is. En dat kan op het nummer 894-9393. Heel makkelijk. 894-9393. En dan kan je een appje sturen en dan vragen als er een plek available is. Omdat we natuurlijk ook vanuit onze eigen organisatie uitnodigingen de deur doen uitsturen. Vooral naar de organisaties en de personen die... betrokken zijn bij het programma, dus die niet als panel zullen participeren, maar dan wel als toehoorders. Mm. En natuurlijk ook de vragen kunnen stellen, want die optie is er ook om vragen te stellen tijdens het gesprek. Het is geen debat hoor, nogmaals, het is geen debat, het is een gesprek met de, zoals ik zei, de deskundige en een afgevaardigden van andere groeperingen. Mm. En ook maybe in de toekomst krijgen we ook hoe noem je dat? De ondersteuning? De sponsoring? Nee. Geen sponsoring. Ik heb het dan over beleidsmakers. Oh, dus, willen jullie ook daar hebben? Dus, everybody. Waar we een verandering kunnen brengen. Dus om terug te komen. We zijn op social media. Onder Facebook naam Discussieprogramma Takkie. Mm-hmm. Gewoon Discussieprogramma Takkie zoeken. En je vindt ons. En je like dan de page. Op YouTube. Ook gewoon discussieprogramma Takkie, daar vind je al onze discussieprogramma's. Mm-hmm. En ook korte interviews die we hebben, want dat doen we ook. Ik was vergeten dat ook te melden. Dat we ook korte interviews afnemen bij ook deskundigen met betrekking tot een bepaald onderwerp. Als voorloper op onze maandelijkse discussieprogramma. En dan kan je al wat informatie daaruit halen. Dus het is educating en facilitating. Als ik een beetje in mijn Engels... Go ahead, sir. Please do. Share with us. Ja, dus dat is hem. Dat is hem. Ik kan alleen maar zeggen... we're takkie. En
Ik wil afsluiten straks met mijn slogan. Maar meneer Richard. Ik weet dat ze nog vragen zijn. Ik heb geen vragen. Meneer, je hebt me alles al gezegd wat ik wil weten. Ja. Wanneer het is, wat de gedachtegang erachter was. Wat jullie ermee willen bereiken. Wat voor invloed het op jullie zelf heeft. Wat jullie hopen nog meer te bereiken. En dat eigenlijk de belangrijkste mensen die de biggest change for the country kunnen maken. Ja. Eigenlijk ook een dagje aanschuiven aan deze takkie. Om hun ook te bereiken. Waar kunnen we het horen? Waar kunnen we het zien? Je hebt alles gezegd. Ja, ik moet gewoon geluk hebben dat ik een dagje een plek vind om te komen. Want het gaat altijd plek zijn. Maar zoals ik zei, je kan ook vanuit je luie stoel in je huiskamer. I don't know. Nee, maar misschien wil ik daar ook even mijn takkie geven. Exactly. Ja? Maar dat is ook de bedoeling. Dus je mag natuurlijk ook langslopen en in de zaal zijn. En dan heb je natuurlijk, voel je ook de vibe van het programma. Mm-hmm. Weet je? En wat ik misschien vergeten ben aan te dikken. Mm-hmm. Het is een programma voor ieder. Je hebt verschillende onderwerpen. Het is niet alleen maar een... Weet je, soms heb je van die jongeren toch? Van, volwassen talk. Nee, er zijn ook jongeren die participeren. We hebben ook jongerenorganisaties, studentenverenigingen. Dus ook die onderwerpen gaan we bespreken, toch? Dus as the time is coming, hebben we zeker ook jongerenverenigingen. Dan laten we de jongeren praten. Dan gaan we het niet praten met de ouderen, maar dan gaan we naar de jongeren van, hey, wat zijn die problemen waarmee jullie te kampen hebben? Mm-hmm. En hoe denken jullie het op te lossen? Een beetje meedenken. Meedenken, meeparticiperen. Dat is hem. Weet je? Nee. Ja. Ik denk dat je alles hebt gezegd. Okay. En ik vind het fijn om naar je te luisteren. En het is het enthousiasme in je. Ja. En gewoon het gevoel dat je weet dat je met iets goeds bezig bent. Ja. It is very enjoyable to listen to you. Thank you. Ik heb geen vragen meer om te stellen. Ik wil alleen bedanken voor het komen. Ik ben blij dat je het met ons wilde delen. Ja. En ik hoop dat jullie de juiste support en de juiste organen bereiken die kunnen... ook jullie de erkenning kunnen geven dat jullie met iets positiefs bezig zijn. En niet gewoon just to gain some traction or attention, but also to get the message across. Dus je haalt de woorden, althans niet eens de woorden, gedachten helemaal. Dat kan ik ook wat zeggen. Je kan ook in de organisatie komen. Ik wil natuurlijk absoluut om je te bedanken. Mm-hmm. Je organisatie natuurlijk. Mm-hmm. En... ik zal dan ook de slogan van onze... In de camera, Taki. Hè? Oké, ik ga in de camera kijken. Het programma heet Taki, de kracht van uw stem. En onze slogan is Taki moest Taki. Voor Taki, tja Taki. Voor Taki dat tja kinki. Daarmee sluit ik af. Nee. Beter kon het niet. Dankjewel. Nogmaals bedankt. Aanboek. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Darrel Richards bij ons in de studio. En hij is een van de mensen van het praatprogramma, discussieprogramma Taki. En... ga naar hun Facebookpagina. Ze houden hele goede discussies. Ze willen geen gezegd. Dus luisteren naar elkaar. Luisteren naar elkaars mening. En er gebeurt zoveel daar. Dus als jij geïnteresseerd bent. Het wordt op tv uitgezonden. Het is op YouTube als je de vorige aflevering wil zien. Ga naar hun Facebookpagina. Stay updated. Misschien kan je bij de volgende takje ook aanwezig zijn. En ga luisteren naar wat deze mensen te zeggen hebben. And remember, your time plus my time is cute time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.